En jullie hebben iets heel bijzonders bedacht. Sterre, kan je er iets over vertellen wat jullie heel graag willen? Een rolstoelbus. Een rolstoelbus. Dat is wel heel bijzonder. Want wat kan je als je een rolstoelbus hebt? Dan kunnen we met z'n allen weer op stap. Ja. Ja. En dat zou heel fijn zijn, hè? Ja. Waarom gaat dat niet zo goed? Omdat niet iedereen in de auto mee kan dan. En als het dan wel weer kan, waar zou je dan heel graag naartoe willen? Weet ik niet. Heb je er al een beetje over nagedacht? Ja. Efteling. En beginnen de acties al een beetje te lopen? Ja, er zijn diverse acties geweest. Het grootste deel in het begin kwam vanuit Facebook, Twitter, dus de sociale media. Vanuit daar werden de acties opgestart van kennissen en vrienden. We praten over een sponsorloop die gaat komen. Iemand die verkleed als zeemermin in de gracht wil gaan zwemmen. We gaan, als het lukt tenminste, nog een soort benefietswedstrijd organiseren. Een golfwedstrijd met daar hopelijk bij een veiling. We hebben heel veel donaties gehad, ook van bedrijven, van particulieren, maar ook gewoon van wildvreemden. Dat is echt heel bijzonder. En wat moeten dan de mensen gaan doen om te zorgen dat jullie zo'n bus krijgen? Ja, we hebben een crowdfunding zijn we gestart en iedereen kan helpen door te doneren. We hebben een site opgericht, daar staat het hele verhaal van Sterre, de hele medische geschiedenis staat daarop. En we hopen eigenlijk dat mensen een klein deel zouden kunnen en willen doneren om ons te helpen met de aanschaf van een rolstoelbus.